Goedemiddag, kijkers. Ondertussen een paar afleveringen verder al op onze trip van Portugal. Zijn we hier toegekomen bij een oud... Hoe noemde dit ook weer? Nee, de... Het... Convento Francisco Dumonte. Het is hier een beetje een ruïne, maar ik denk dat er hier nog wel prachtige dingen te zien zijn. Uiteraard geen tafeltjes en stoelen niet meer. Maar pure natuur. Hier was vast en zeker een wasbak. Maar de natuur heeft het hier zo hard overgenomen dat hier bijna nog met moeite te herkennen is wat hier wat geweest is.
hier kun je blijven wandelen, jongens. Hier kun je blijven wandelen. Het is heel moeilijk om over onze reeks in Portugal de juiste informatie te zoeken over de juiste gebouwen, over de juiste plaatsen. Het is daarbij heel belangrijk dat we de echte naam weten van het pand, van de locatie. Dat we niet enkel de urbex naam weten. En dan komt er ook nog eens bij dat we dat allemaal moeten onderzoeken in het Portugees waarschijnlijk. Dus ik hoop echt dat ik jullie hier een beetje meer info over kan geven. Want je ziet, dit is duidelijk een bouwwerk met geschiedenis. En wat voor geschiedenis. Natuurlijk moeten we hier in de doolhof ook nog onze uitgang vinden. We zijn inmiddels aan het einde van onze eerste dag gekomen. Het is al 7 uur. We moeten nog een beetje eten, een beetje slapen. En dan hebben we nog 3 dagen Portugal voor de boeg. Poepje doen? We hebben geen tijd, Veerzen. We hebben om 1 uur op moeten staan. Zo, dit was Convento Francisco do Mondo. Wij gaan verder naar een volgende aflevering op een volgende locatie. Maar wel nog steeds in Portugal. Tot de volgende, jongens. Ciao.